Eén momentje, ik kom bij jullie. Zonder gekheid. Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze aflevering van First Aid Under Danger. Mijn naam is Nick Schenkeveld en vandaag gaan we het hebben over de Caduceus facies de Esculaap. De mensen die mij wat langer kennen of wel wat langer op mijn YouTube-kanaal kijken, die weten dat ik altijd zeg, jongens, blijf twijfelen. Blijf twijfelen aan wat mensen tegen elkaar zeggen. Een mooi voorbeeld daarvan is, toen ik mijn opleiding tot militair verpleegkundige deed, werd er altijd gezegd tegen mij van, als je dan de branca zei, hey, kun je mij die branca even geven? En dan werd er altijd gezegd, dat is geen branca, een branca heeft wielen, dit is een draagbaar. Maar als we gaan kijken naar de letterlijke vertaling van het Franse woord branca, kteng, wat staat hier? Draagbaar. Ja? Laat je niet van alles wijs maken. En het ontstaan van dit probleem, de caduceus met de vleugels, de staf in het midden en de twee slangen, facies de Esculaap met één slang en één staf in het midden, dat probleem, de kern daarvan, het ontstaan daarvan, die misconception, dateert ook vanuit Defensie. En in dit geval vanuit de US Army Medical Department, die in 1902 dat embleem is gaan gebruiken, zonder daarbij goed na te denken of het wel op de juiste manier gebruikt werd. Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. De Caduceus, en ik zal proberen om alles zo goed mogelijk uit te spreken, maar alsjeblieft vergeef het mij als ik een foutje daarin maak. Ik ben namelijk niet heel erg thuis in de Griekse mythologie, want dat is waar we naartoe gaan. Want de Caduceus, en dat is de dubbele slang met de vleugels, zoals in dit boek ook wordt aangegeven, en ook aangegeven waarom het verkeerd is. Kijk, want als we naar de voorkant kijken van het boek, zien we heel mooi één slang om een staf heen. En dat is de juiste, want die is medisch. Want de Caduceus komt namelijk van de staf van Hermes, en dat is de boodschappen van de goden. En die staf staat voor harmonie, staat voor vrede en evenwicht en geeft hem de mogelijkheid om ongehinderd te reizen tussen de gewone wereld en de onderwereld. Want hij is namelijk ook degene die, en dan moet ik het goed zeggen, hij is namelijk ook degene die ervoor zorgt dat hij is de begeleider van de mensen naar de onderwereld. Ja? En daarvoor heeft hij die staf nodig. Want als we veel verder teruggaan, nog ver voor de Griekse mythologie, zien we namelijk dat ook in Mesopotamië een symbool is. En dat symboliseert wederom een god van de onderwereld. Dus de mogelijkheid om de gewone wereld te verlaten en overstappen naar de onderwereld wordt ook weer een dubbele slang gebruikt. Die heeft niks met medisch te maken. De medische staf, dat is de staf van, en daar komt hij, Asclepius. Asclepius was de god van de geneeskunde en genezing. Om zijn staf, die geen vleugels heeft, kronkelt één slang. Get the picture? Er wordt ook wel gezegd, als je sommige bronnen, maar je kunt er weinig van terugvinden, dat het iets anders symboliseert. Die slang, dat het eigenlijk een van de eerste geneeskundige handelingen is, maar dat er geen slang is, maar een worm. Om die eruit te kunnen krijgen, worden die wormen worden om een stok heen gerold. Ja? Dat kan nog wel eens gezien worden als de eerste medische handeling, zeg maar, die beschreven staat op de staf van Asclepius. Ja? Dus wat je ermee doet, hey, ik geef het je alleen mee. Wat een feit is, is dat de Caduceus als zijnde medisch symbool niet klopt. De twee slangen, zoals ik al zei, symboliseerden harmonie. En die harmonie moeten we zien in goed, fout, man, vrouw, links, rechts. Maar heeft niks met medisch te maken. Hermes was een Griekse god die ontzettend druk was. Ik heb dat eventjes een stukje daarvan uitgezocht voor jullie. Als ik hem kan vinden, ja, en dit komt serieus, het bestaat, hè. Dummy boeken zijn geweldig. En dit is mythologie voor dummies. En hier staat, Hermes was de boodschapper van de goden. Hij was de zoon van Zeus. En Hermes was een knappe jongeman. Hij droeg een reishoed, sandalen met vleugels eraan. En hij hield een door twee slangen omwonden staf in de hand. Uh,
overnieuw. Hermes was een boodschapper van de goden. Hij was de zoon van Zeus en Maia en de dochter van Tiaan Atlas. Hermes was een knappe jongeman. Hij droeg een reishoed, sandalen met vleugels eraan. En hij hield een door twee slangen omwonden staf in handen. Wat staat dat raar, joh? Omwonden staf in handen, staf in handen. Het staat het dubbel, dus het ligt niet aan mij. Dummy boek. Het ligt niet aan mij. Ik mag misschien wel dyslectisch zijn, maar dit ligt niet aan mij. Het staat er twee keer. Maar ja, hij hield in ieder geval een dubbelgewonde staf in handen, de Caduceus. De Caduceus, waarvan we de afbeelding al vaker voorbij hebben zien komen, was van oudher het symbool van de hernauten. Verwar de Caduceus niet met de Esculaap, het symbool van Asclepius, de god van geneeskunde. De Esculaap is een staf met maar één slang. Veel artsen en andere medische specialisten hebben vaak een esculaap op hun autoruit geplakt. Maar jammer genoeg zijn er dus ook mensen, ook binnen Defensie, die de Caduceus gebruiken als zijnde medisch symbool. En dat is fout. Het klopt niet. Doe er wat aan. Dat is eigenlijk de boodschap die ik mee wil geven. We moeten blijven zoeken en blijven kijken naar of dat wat we doen, of dat wel klopt. Het gebruik van slangen in de medische content kent wel een hele lange geschiedenis. We zien het al terug in de Bijbel, waar God tegen Mozes zegt dat hij een bronzen slang moet maken. En dat als de volgelingen van Mozes werden gebeten door een gevaarlijke slang, ze genezen konden worden door deze bronzen slang. Nou, ik ben geen Bijbelkenner, dus ik moet je meegeven, ik heb het wel eventjes opgezocht, maar er worden ook wat andere benamingen ervoor gebruikt. Maar we zien dus dat de slang als medisch symbool wel vaak gebruikt wordt, omdat de slang kan vervellen, kan dus herboren worden of vernieuwing geven, maar kan ook de dood symboliseren op het moment doordat je erdoor gebeten wordt. Gelukkig zien we in de oude medische boeken, dit boek komt bijvoorbeeld uit 1945 en heet Grootstrijders tegen ziekte en dood, waarin bijvoorbeeld de uitvinder van de oogspiegel staat. Nou ja, en nog wel veel meer van dat soort zaken. Zien we gelukkig wel dat juist de esculaap op de juiste manier gebruikt wordt. Dit medische boek zien we ook dat hij op de juiste manier gebruikt wordt. Dus, moraal van het verhaal. De Caduceus, zoals hier afgebeeld, is van de god Hermes. Heeft niks met medisch te maken. Is de boodschapper van de goden. Kan ongehinderd doorreizen van de gewone wereld naar de onderwereld. En zijn staf staat voor vrede, harmonie en evenwicht. En dit is Asclepius. En Asclepius heeft, zoals je ziet op de afbeelding, een grote staf met één slang eromheen. En die staat voor de geneeskunde. Hij is daadwerkelijk vanuit de Griekse mythologie de god der geneeskunde. Oftewel, laat je niet gek maken, laat je niet verwarren, blijf het uitzoeken. En we gaan uit dit boek gaan we wat meerdere leuke onderwerpen behandelen. Zoals onder andere de barbierstok. Een stok die je vaak bij ouderwetse barbiershops nog ziet hangen, die nou weer in opkomst zijn. Die heeft namelijk een meer lugubere achtergrond dan je misschien zal denken. En wat gaan we nog meer doen? Ik pak er gewoon eentje zo. Prrrrap. Yo, nee, want ik heb geen verstand van baby's, dus daar gaan we helemaal niks mee doen. En nou kom ik op de keizersnee uit, ook leuk. Nee, ik weet niet wie me iets duidelijk wil maken, maar nee. We gaan het over dialyse, gaan we het ook nog een keer zien, wel? Dialyse. En dan voornamelijk de uitvinder van de dialyse machine, hoe dat ontstaan is. Dit boek staat vol met leuke dingen, daar gaan we het vaker over hebben, ja. Die doe ik de af en toe een keer tussendoor, omdat het kortere onderwerpen zijn. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het volgen. En ho, stop, wacht, voordat je wegklikt. Volg ons op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en druk eventjes op de bel. Op het moment dat je op de bel drukt, dan zorgt dat er namelijk voor dat als ik een nieuw filmpje upload, dat je dat ook daadwerkelijk te zien krijgt. Dus ik ben je er super dankbaar voor als je wil volgen. Voor nu is dit dan het einde van het filmpje over de Caduceus versus de Esculaap. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken en hopelijk tot ziens. En voor nu is het einde bericht.